Robin Overbeek, zojuist 3-1 gewonnen van Tsjechië. Gefeliciteerd. Dankjewel. De finale komt nu wel heel dichtbij, hè? Ja, zeker. Wie weet beter vanavond al, als Portugal wat punten laat liggen. En anders kunnen we het morgen afmaken. Minstens 1 punt. Jullie wisten wat je te doen stond dit weekend. In ieder geval winnen heb je het in eigen hand. Was deze week de overtuiging dat jullie dit ging lukken? Ja, ik denk dat de overtuiging er de laatste week al wel aan zat te komen. Zeker toen we merkten dat Portugal punten liet liggen. Wij pakten een paar goede punten in Korea en in Portugal. En dan voel je wel, ja, als je eenmaal eerste staat, dan we kunnen het zelf afmaken in Rotterdam. Dat geloof is wel, was er al wel en dat groeit nu alleen nog maar. Jullie begonnen heel overtuigend, hè? De eerste set win je 25-18. Hoe kwam het dat jullie zo goed begonnen? Ik denk dat iedereen er gewoon heel veel zin in had. Hè? We wisten dat we deze wedstrijd sowieso moesten winnen. Hè? Wil je het morgen afmaken? En de sfeer zat er goed in, de sfeer was goed in de hal. Iedereen voelde zich goed. Je merkt het op een of andere manier gewoon. En dan ga je gewoon goed, begin je lekker uit de startblokken. En dan ben je los als team. Speelt het voor jullie nog mee dat het helemaal vol zat en dat de sfeer zo goed was vandaag? Nou, het is altijd leuk om in zo'n sfeer te spelen. En ik denk dat dat wel wat helpt om er gemakkelijker in te komen. Of wat sneller in de wedstrijd te komen. Hoe heb je zelf gespeeld? Ik ben gewoon tevreden. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. En ik ben wel gewoon over het algemeen tevreden geweest over mijn spel. Nu hebben jullie nog maar 1 puntje nodig, mocht Portugal vanavond winnen. Is het zo dat je dat ook nog kan onderschatten? Dat het nog mis kan gaan? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we sowieso gewoon willen winnen. Hè. Thuis in ieder geval de laatste wedstrijd. Waarschijnlijk van de zomer. Dus voor thuiswedstrijden. Dus ja, we willen hem sowieso winnen. En onderschatting, denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Dus jullie zijn nog niet met je hoofd in Australië? Nou, we zijn er wel mee bezig. Omdat je maandag natuurlijk eventueel moet vliegen. Dus we hebben er wel informatie over gekregen. Maar ja, goed, als je daar nu over nadenkt en dat zou een rol gaan spelen. En je zou er nog uitvliegen, dan zou je jezelf alleen maar voor je kop slaan. Dus dat gaat niet gebeuren. Oké, bedankt en veel succes morgen. Graag gedaan.